Nu, alvorens over te gaan naar het tweede deel van deze avond, wens ik toch even stil te staan bij onze eregast van vanavond, de Vos der Voerzoon. In de geboorteakte lezen we, in het jaar 1980, de 30e van de oogstmaand, werd gedoopt in het voormalig gemeentehuis de Vossen, in aanwezigheid van burgemeester van Vragen, het Schepencollege en andere hoogwaardigheidsbekleders, onze goede reus Vos der Voerzoon. Dit gebeurde dankzij het initiatief van Marcel de Bot. En als Peter en Meter traden Frans Moeys en Denise Verhoeven op. We zijn blij om vandaag Frans Moeys, de Peter, hier tussen ons midden te hebben. Denise kon er spijtig genoeg niet bij zijn, denk ik. Ze zei dat ze ondertussen binnengekomen is. En ik zou Frans willen uitnodigen om toch een verjaardagsgeschenkje in overhandiging te nemen. Frans. Peter, om dit aan de meter te overhandigen. Dank u wel. Nu, wat de meter en de Peter reeds wisten vanaf de eerste dag, en wat jullie ondertussen ook al gezien hebben, is dat onze reus geboren werd met een mobiliteitsprobleem. Hij heeft geen voetjes. Dit euvel werd evenwel snel opgelost door de reuzendragers. En vandaag hebben we niet minder dan 12 enthousiaste voerzonen die de reus laten stappen, lopen, dansen in menige reuzenstoeten tot over de landsgrenzen heen. De reuzendragers, die ziet u toch wel een grote groep ervan hier. En zij hebben er ook voor gezorgd dat er een verjaardagstaart is. Jullie zien binnenkomen hebben en iedereen kan natuurlijk een stukje van die taart proeven. Nu, hij heeft er net al een hondje gedaan, maar we moeten natuurlijk even deftig demonstreren wat onze reus kan. En hoe kunnen we dat nu beter doen dan op de toon van onze eigen mars, voerzone, door alle voerzonen natuurlijk goed gekend, vele jaren geleden gecomponeerd door onze toenmalige chef Louis Gaatsen. Thank you.
Kom, dikke proficiat voor de leuze draaiing deze keer. Die het ook zo lang uitgehouden heeft, want die mars was eigenlijk veel langer dan dat hem gedacht had.